Beste kijkers, welkom terug. Vandaag zijn we in Almere bij Bonjasky Academy. We zijn hier op bezoek omdat er een heel leuk gala plaats aan het vinden is. We gaan zometeen spreken met de vechters. We gaan spreken met Remy. We gaan iets moois van maken. Let's go! Remy, je bent vandaag in de rol van trainer hier. En wij weten dat jij een fantastische vechter bent geweest. Maar wat denk jij, wat maakt een goede trainer? Wat een goede trainer maakt is het contact met je pupil. Dat is heel belangrijk. En hoeveel het pupil van je over wil nemen en hoe jij de technieken overbrengt. Het contact, en daar bedoel ik mee, als ik wat tegen mijn pupil zeg, moet ze het goed kunnen begrijpen wat ik bedoel. En dat doe je in de voorbereiding, doe je dat. Probeer je dat goed over te brengen. Maar dan is het ook nog de kracht dat wanneer ze in de ring staan. En ja, vandaag staan er heel wat jeugdjongens en meisjes. Die zijn heel erg vol met spanning. We hebben een aantal nieuwelingen in de ring staan straks. Die zijn ook nog steeds met heel veel spanning. En dan is de kunst om toch, ondanks dat ze die spanning hebben, toch contact met ze te krijgen. In bepaalde situaties waarvan je denkt van het lukt niet, dan toch nog steeds contact met ze krijgen. En voor hun is het een grote chaos om hier te staan. Want ja, als je kijkt nog zelf herinneren, de eerste keer dat je de ring in ging, dan klopte je hart ergens in je hoofd. Of waar dan ook, maar niet op de plek waar hij hoort. Maar als je eenmaal bezig bent, ja, dan is het een soort chaos. Maar ik vind als trainer zijn is het heel leuk, want ik heb van de jongste jongens van 10 en meisjes van 10. Tot jongens bij Glory begeleid, dus ik heb van alles gehad. Oké, dus eigenlijk het contact met de mensen, met die vechters is heel belangrijk. En je hebt verschillende benaderingen met de verschillende mensen. Ja. Ik ben benieuwd, want jij hebt gevochten bij K1. Je hebt jonge talenten hier. Wat zijn de allerbelangrijkste lessen die jij meegeeft aan die jongeren? Wat zeg jij tegen ze? Het belangrijkste voor de jongens, als zij bijvoorbeeld het hoogst haalbare willen halen, is het constante. Het elke keer weer de discipline hebben om gewoon weer te gaan trainen. Ook al voel je niet lekker, ook al is, weet ik veel, voel je niet zo lekker of je hebt geen zin of er is weer een feestje, om je aan het plan te houden. Want je hebt een droom voor je en daar moet je aan houden. Op het moment dat je dat uitspreekt naar je trainer, is het heel makkelijk om te zeggen, ja, ik wil de beste worden. Dat betekent nog helemaal niks. Dan moet je het nog omzetten in daad. Want het zeggen is makkelijk, maar het omzetten in daad, dat is wat anders. Want er moet elke keer getraind worden. En train je 3 keer in de week voor een nieuweling of voor een jeugd, is prima. Maar als je op een gegeven moment een ander niveau wil halen, moet je op een gegeven moment toch die 4e, 5e, 6e keer, misschien de 12e keer, 2 keer per dag, 5, 6 dagen in de week, moet je gaan halen. En vaak is het zo dat mensen het makkelijk uitspreken. Van hé, ik wil de beste worden. Maar dan komt het. Dan gaat het pas beginnen van hoe vaak ga jij eraan houden. Om elke keer weer geen les te missen. Geen training te missen. En niet elke keer met dat smoesje komen. Ja, ik kon niet. Ik heb me verslapen. Mijn tante was jarig. En blablabla. Al die excuses. Het zijn allemaal excuses om niet te gaan. Maar vasthouden aan je droom. Samen met je team. Dus je moet consistent zijn. Discipline hebben. En niet alleen zeggen. Ja, ik wil het maken. Maar je moet het laten zien. Je moet zeker het weten. Echt laten zien. Ja. Ik ben benieuwd. Als je kijkt naar de toekomst van kickboxing in Nederland. Want op dit moment, wat we zien is een tendens dat Glory niet per se de goede kant op gaat. Wat denk jij, hoe zie jij de toekomst van kickboxing in Nederland? Ik vind de toekomst van kickboxing is nog steeds groot. Er is heel veel potentie. En ik ben blij dat bepaalde zaken beter geregeld zijn vanaf onderin. Nou moeten we kijken, op een gegeven moment moeten we naar een volgend niveau. Dan moeten we kijken, oké, we hebben ze van onderin goed geregeld. Net als de vechtsportpaspoort, de fightpaspoort, die is heel belangrijk. Vechtsportautoriteiten, die zijn heel belangrijk om het goed te organiseren. Dan moeten we straks gaan kijken van, oké, hoe zorgen we ervoor dat jongens
die heel veel talent hebben, die de stap kunnen maken naar boven. In plaats van dat ze nog, laat zeggen, nieuweling C, B, nog keihard moeten werken om aan centen te komen. Als ze eenmaal A-klasse zijn, nog steeds moeten werken om aan centen te komen. Daar moeten wij een programma zien te vinden voor die jongens, zodat ze goed begeleid worden van A tot Z. Mm-hmm. Dus eigenlijk moeten we ervoor zorgen, het is heel belangrijk dat de factors goed betaald krijgen. Want als jij werk aan de zijkant hebt en als jij niet volledig gefocust bent op jouw sport, dan kan je niet per se, je kan geen grote resultaten behalen. Je moet gewoon heel vaak kunnen trainen. En als dat niet kan, dan ga je je tijd dat je hebt, die kan je maar één keer uitgeven. De tijd dat je kan maar, wat is het, maandag om 9:00 ochtends. Die maandag, op die datum, heb je maar één keer. Hij komt nooit meer terug. Want het volgende jaar, wel weer een jaar verder. Dus je moet elke keer die momenten pakken en niet laten verslonzen om elke keer beter te worden. Dus je moet jouw momenten pakken. En laatste vraag, in jouw verleden, je hebt ook moeilijke momenten meegemaakt. Je werd verteld dat je nooit kampioen zou worden. Wat zou je zeggen tegen die jongens die op dit moment ook verteld worden, je gaat het nooit maken, je maakt geen kans, het is onmogelijk. Wat voor advies zou je geven aan die jongens? Nou, ik zou tegen die jongens willen zeggen, pak dat moment, als iemand dat tegen je zegt van jij gaat nooit kampioen worden, voel dat juist als een kracht, voel dat juist als brandstof, voel juist alsof iemand dat tegen je zegt dat je boos wordt en denkt van, ik ga jou laten zien. Dat moet een soort wraakgevoel geven van, ik wil jou laten zien dat ik het wel ga halen. En zo ben ik dus kampioen geworden. Het is mij ooit eens verteld, Remy, jij wordt nooit kampioen. En dat heb ik juist vastgepakt en gedacht, wacht maar, ik ga jullie laten zien. En dat is het mooiste wraak. Dus eigenlijk, je hebt die twijfel gebruikt als vuur. En je hebt de hele wereld laten zien. 3 keer heb je dat gedaan bij K1. Heel bedankt voor de tijd, Remy. Het gala is heel leuk georganiseerd. Veel succes en veel plezier natuurlijk. Thank you. Zet hem op. Joel, vanavond, of vandaag eigenlijk, ben jij announcer bij het gala van Remy Bunjaski. Hier bij Bunjaski Academy. En dat is de eerste keer dat jij als announcer werkt. Als ring-announcer. Ja. Zou je mij kunnen vertellen, hoe voelt dat als je het voor het eerst doet? Ja, er zit toch wel een beetje spanning op natuurlijk. Ik heb best wel ook goed moeten oefenen, ook op namen natuurlijk. Het is best wel een lang programma. Je begint met jeugdpartijen en dan krijg je nog de nieuwe klas en de C-partijen. Maar ik denk dat ik voor mezelf best wel goed geoefend ben. En mijn enige angst is denk ik alleen dat als je een winnaar verkeerd zegt. Maar voor de rest, ik word goed geholpen. De Nederlandse vechtsportautoriteiten en de World Muay Thai Association die slepen mij daar ook zeker doorheen. En je zegt, je wilt de namen niet verkeerd uitspreken. De dagen voor de wedstrijden, de dagen voor het gala, ben jij bezig met het oefenen van hoe je de namen uitspreekt? Ja, klopt, zeker. Ik krijg een paar dagen van tevoren krijg ik een lijst. En meestal de dag voor het gala heb ik de final matchmaking gekregen. Daar kan ik dan nog even een avondje op oefenen en daarna moet het gewoon in mijn hoofd zitten. Dus dat moet goedkoop. En als jij seconden voordat je de naam gaat uitspreken, seconden voordat je die naam gaat uitroepen. Ja. Wat zijn de emoties? Hoe voel jij jezelf op dat moment? Ja, je wilt natuurlijk zo'n vechter wil je natuurlijk wel een beetje ophypen. Hè? Het is voor sommigen echt hun eerste keer dat ze de ring ingaan. Dus je wil ze wel juist met een speciaal gevoel de ring ingaan. Kijk het ook naar bijvoorbeeld andere kickboxorganisaties. Die ringannouncers die geven echt wel alles ervoor om zo'n bokser echt volledige energie en volledige kracht te geven. En als ik dat voor dit gala met mijn stem al kan doen, dan is mijn dag in principe al geslaagd. Precies, jij probeert emotie te creëren. Je probeert die vechter te hypen. Ja. Ik ben benieuwd, waarom heb jij besloten om ringannouncer te worden? Hoe kwam jij met dat idee? Ik heb Raw Diamonds 18 heb ik gevochten. Over de uitslag gaan we het niet meer hebben. Maar ik zou gaan vechten, ook voor Raw Diamonds 19. Helaas door omstandigheden is dat niet gelukt. Ik ben toen benaderd, ook door Remy en Renate zelf. En die zeiden van, nou jij hebt best wel een goed geluid, een goede stem, waar mensen echt wel naar kunnen luisteren voor een hele dag. Dus die hebben mij toen benaderd en ik vond dit best wel een leuke uitdaging. Het is natuurlijk iets totaal nieuws.
Hè? En je wil natuurlijk het publiek een beetje, hè, dat ze de goede vibe hebben, goede energie. Dat is voor mij wel het belangrijkste. En toen zeiden ze van, nou, zou je dit willen doen? Ik zeg, ja, natuurlijk, laten we dat doen. Dan ben ik alsnog in mijn deel onderdeel van dit gala. Dus eigenlijk was het een spontane beslissing. Jij werd benaderd toen die tijd. Ja. Ik ben benieuwd, wat zou jij willen bereiken op dat gebied? Heb jij doelen dat je bijvoorbeeld bij Glory komt of UFC? Of... Wie weet, ze mogen me altijd bellen in ieder geval. En als ik nodig ben, dan mogen ze me altijd bellen. Dus Bruce Buffer, I'm coming for you. Okay, Bruce Buffer, you heard this. Heel bedankt voor je tijd. Yes, geniet van het gala. Dankjewel, jullie ook. Veel succes. Jerry, jij bent de persoon die ervoor zorgt dat iedereen hier lekker eten, lekkere drankjes kan krijgen. Zou je mij kunnen vertellen, hoe voelt het om hier te zijn en om al die mensen te kunnen helpen? Ja, het voelt goed. Het voelt goed. Het weer is goed. Positieve, leuke sfeer. Leuke mensen. Iedereen geniet van de heerlijke dingen die ik heb. De koffie, thee en de zoetigheden. Ik stond er vorige keer ook in oktober, november was dat. En toen was het iets kouder. En het was heel goed bevallen vanuit de kant van Bojaski Academy, maar ook vanuit mijn kant. Dus vandaar dat ik nu nog een keer hier sta. Ja, en het is een thuiswedstrijd voor mij, want ik kom uit Almere, ik woon in Almere. Dus ik kom veel bekenden tegen, veel van de gym hier zo, maar ook andere gyms in Almere, in Amsterdam. Dus ja, het voelt goed. Ja. Oké, dus heel leuk dat het jou bevalt. Het is ook jouw tweede hier, zeg jij. Ja. Je vindt het heel leuk. Ik ben benieuwd, want bij vechtsport heel vaak horen we dat criminelen bij de galas komen. Wat is jouw indruk? Wat voor mensen zijn hier aanwezig op dit moment? Alleen maar criminelen. Nee, dat is onzin, joh. En dat beeld, dat hoor je nog steeds. Dat vind ik jammer. Ik kom zelf ook uit de vechtsport. Ik ben heel veel galas ook geweest. Ik train zelf ook. En ik zie juist alleen maar mensen die zich aan het ontwikkelen zijn. Zowel sportief als mentaal. Van jongs af aan tot ouderen. En dat maakt juist deze sport zo mooi. Dus ik vind het jammer dat het beeld nog steeds er is. Maar ja, ik merk dat niet. Nee. En van de mensen die jij hier ziet, wat zou je zeggen? Wat is de sfeer? Wat is jouw indruk over deze plek? Gezelligheid, vrolijkheid, positiviteit. Mensen zijn blij, de kids zijn blij, je ziet kinderen hier voorbij huppelen. Ja, kijk even hier, daar zitten mensen volgens mij lekker op het terrasje. Dus hangt een hele positieve vibe hier zo. Ja, dat kan ook niet anders. Het weer zit mee, heerlijke koffie uiteraard. Volgens mij ook hele mooie wedstrijden, ik ben nog niet naar binnen geweest. Dus ja, de topdag eigenlijk tot nu toe al. Ja. Wat je zegt, een hele leuke sfeer, iedereen is blij. Mensen zitten daar inderdaad alsof het een terrasje is, dus iedereen is aan het genieten. Laatste vraag voor jou. Wat zijn de allerbelangrijkste lessen die jij hebt meegenomen van vechtsport in jouw persoonlijke leven? De belangrijkste lessen zijn in jezelf geloven. Dat is zeker heel belangrijk. Het zelfvertrouwen. En toch ook wel er voor de ander zijn. En dat bedoel ik mee. Op het moment dat je aan het trainen bent of aan het sparren, dan spar je met de persoon, maar je houdt wel een beetje rekening. Hè? Dus als iemand iets minder dan je is, dan hou je een beetje in. Maar als iemand iets beter dan je is, dan ga je best doen om diegene toch, ja, toch een beetje te kunnen verslaan. Dus voor mij is het echt een hele mooie ontwikkeling geweest om ja, een vechtsport te doen en om ja, dat soort dingen zeg maar, mee te nemen. Dus geloof je in jezelf, houd rekening met de andere mensen. En ja, wees een goed mens natuurlijk, dat is het. Uiteraard, ja. Super, heel bedankt voor de tijd. Veel succes met werk, misschien spreken we straks. Ja. En ja, succes. De 100 jaar, Marino. Dankjewel, Oes. Ja. Oké, dan Oes. Mathieu, dankjewel dat je tijd maakt voor ons. Geen probleem. Je hebt vandaag twee vechters tot nu toe gehad die gevolgd hebben. Klopt. Dus jij bent in de rol van trainer hier. Ja. Ik ben benieuwd, wat is spannender? Zelf vechten of coachen? Oh, dat is heel simpel, coachen. En waarom, ja. Waarom is dat zo? Ik denk, voor mezelf uit denk ik, dat je hebt minder invloed. Ja, je hebt wel invloed, alleen hun moeten het doen. Ja, okay, je hebt natuurlijk hun goed getraind, je weet wat ze kunnen. Je hebt een gameplan, maar ja, hun moeten het uitvoeren. En als je zelf vecht, ja, ben je ook zenuwachtig natuurlijk, maar dan heb je er wel... Ja, je eigen inbreng in om het echt zelf te doen. Dus ik zelf, want ik heb veel gevochten ook, ben voor mijn leerlingen
zenuwachtiger vind ik het spannender dan wanneer ik zelf moet. Zeker. Okay. En dat komt eigenlijk omdat jij geen controle hebt. Je kan zelf niet... Ja, je hebt wel een bepaalde controle natuurlijk. Je hebt met ze getraind en je weet wat ze gaan doen of wat je wil dat ze moeten doen. Alleen ja, hun zijn wel degene die het moet uitvoeren. Dus dat is wel hetgeen wat dan echt het spannender maakt. En ik voel het ook altijd. Echt, als ik zelf moet, nogmaals ben ik ook wel zenuwachtig, hè, zonder spanning. Maar als hun moet is echt wel erger. Ja, oké. Okay. En wat zou je zeggen als je terugkijkt naar jouw wedstrijden in het verleden? Wat waren de emoties die jij meemaakte, die jij ervaarde in de minuten voor de wedstrijd? Voor de wedstrijd? Ja, nee, in het begin ben ik wel relaxed en naarmate de wedstrijd, hoe dichterbij het komt, voel je die spanning en dan denk ik, oh, ik moet bijna. En dan duurt het wachten lang. En op een gegeven moment als je dan eenmaal erin staat en de eerste klap of de eerste contact is gevallen, is alles weg. Dus dat, en dat leg ik mijn leerlingen ook uit. Hè. Die zijn ook gespannen, dat zie je ook. En daarom is het ook natuurlijk goed dat je dat zelf ook altijd ervaren hebt, dat je dat hun mee kan geven. En net ook, ik had een jongen, Ibrahim, die heeft gewonnen, zijn allereerste partij. Heel zenuwachtig, ik zei let op het moment dat je in de ring staat en begint, ben je alles kwijt. En dat was ook zo. Dus dat was, hij heeft goed gedaan, hij heeft gewonnen, zijn eerste partij. Ja. Dus eigenlijk, wat je zegt is, het was altijd spannend voor de wedstrijd, maar op het moment dat jij erin instapte... Nee, je was kwijt, ja. Het was klaar, ja. Maar wat zeg jij dan tegen de jongens? Want je hebt net genoemd, hè? De jongens zijn zenuwachtig voordat ze gaan vechten. Wat zeg jij tegen de jongens in de kleedkamer? Hoe zorg jij ervoor dat zij tot rust komen? Nou, kijk, allereerst zeg ik al, ongeacht de uitkomst, we zijn al trots op je, je bent al een winnaar. Het feit dat je al wil vechten in de ring, er zijn er meer die het niet doen dan die het wel doen. En het is natuurlijk een hele stap om echt in die ring te gaan. En bij deze sport is het wel, in dit geval bij Ibrahim dan, hij of die jongen. He, dus het is echt wel een sport waarbij het 1-1 is. Hij wil je neerhalen, hij wil je pijn doen eigenlijk. Hè? Hij wil winnen. En wat ik eigenlijk van tevoren al zeg, van, het maakt de uitkomst. Natuurlijk willen we dat je wint, maar dat is heel cliché om te zeggen, maar het is wel echt zo. Je wint of je leert. Zeker ook bij de jeugdpartijen. Nu zijn ze nog jong. Als we hopen dat ze doorgaan en later, als ze dan naar het hoofd mogen, 18 jaar zijn. En dan gaat het wat serieuzer ook worden. Hè? Niet dat de jeugdpartijen niet serieus zijn, dat bedoel ik niet. Maar wel een opstap voor leren van wat je uiteindelijk je doel is in deze sport. En eigenlijk al van tevoren al aangeven van joh, wat er ook gebeurt, als je me alles geeft. Het enige wat ik vraag altijd aan mijn leerlingen is, geef alles. Hè? Kijk, het zou jammer wezen als de wedstrijd afgelopen is en ze komen bij en mensen zeggen van... Oh, ik had nog wel meer gekund. Ik had nog wel meer eruit kunnen halen. Nee, als je gewoon alles gegeven hebt en de uitkomst... Oké, winnen, verliezen, maakt niet uit. Je wint of je leert. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk de uitkomst, je zegt tegen de vechters... De uitkomst is niet waar het om gaat. Het gaat om alles geven. Juist. Ja. Laat alles in de ring achter. Ja. Geef alles. Wat gebeurt, gebeurt. Ja. En laatste vraag, want vechtsport is heel gevaarlijk. Je ontvangt klappen op je hoofd. Het risico is heel groot. Wat doe jij als trainer zijnde om ervoor te zorgen dat jouw studenten in de lange termijn gezond blijven? Dat is eigenlijk misschien wel een makkelijke vraag in die zin van zorgen dat ze supergoed voorbereid zijn. Dus bij mij ook, het is niet zo je traint 2 maanden of weet ik veel wat en ze gaan al de ring in. Nee, echt. Als iemand wil wedstrijden doen, oké, kom eerst maar eens voor een hele lange periode, 3, 4, 5 keer per week trainen, voordat je überhaupt de ringen gaat. Ook bij de jeugd al. Hè, en daar mag je dan nog niet naar het hoofd. Maar ja, je kan ook een knie tegen je rib aan krijgen, of een klap tegen je borstbeen of wat dan ook. Dat is natuurlijk ook niet goed voor je. Maar zeker bij volwassenen, hè, 18 daarboven, wanneer ze ook naar het hoofd mogen. Bij ons is dat, bij mij is dat echt wel van, oké. Hele goede voorbereiding. Eerst zorgen dat je goed voorbereid bent. En natuurlijk, dan nog kan er wat gebeuren, maar het mag niet aan de voorbereiding liggen. Dus eigenlijk, de voorbereiding is essentieel. Om die schade te vermijden, moet je jezelf goed voorbereiden. Ja. En goed afgetraind zijn. Ja. Heel bedankt, coach, voor de tijd. Veel succes verder en natuurlijk veel plezier. Hè? Ja, dankjewel. Super, dankjewel. Colvin, je moet zometeen vechten. Ik ben benieuwd, wat zijn de emoties op dit moment? Hoe voel jij jezelf voordat je gaat vechten straks? Ik voel me wel goed, maar ik heb wel een beetje spanning. Oké, en dat is natuurlijk gezonde spanning.
En dat hoort zo te zijn. Wat gaat straks gebeuren als je de ring instapt? Wat kunnen we van jou verwachten? Je kan verwachten dat ik wel een paar spectaculaire technieken ga doen, zoals knieën, vliegende knieën. En dat ik met de winst ervoor doorga. Oké. Wat is jouw doel als vechter? Wat wil jij bereiken? Ik wil bij Glory vechten, dat is mijn doel. Oké. En wie is jouw voorbeeld? Welke vechter is jouw favoriete vechter? Remy. Remy? Waarom Remy? Omdat hij iemand altijd vliegende dingen, vliegende trappen en vliegende knieën. En hij is ook jouw trainer natuurlijk. Wat heeft Remy jou geleerd? Wat zijn de allerbelangrijkste lessen die jij hebt meegenomen van Remy? Handen hoog en ook conditieles. Oké, dus handen omhoog, goede conditie. En wat zou je zeggen buiten techniek? Wat heb jij van Remy geleerd? Discipline. Oké, dus dat is de allerbelangrijkste les, discipline. Oké, wat zou je zeggen tegen jongens bijvoorbeeld op jouw leeftijd, die ook met vechtsport willen beginnen, maar twijfelen en bang zijn om te beginnen? Wat zou je zeggen tegen die jongens? Ik zou zeggen dat ze eerst even rustig aan moeten doen, kijken als ze het leuk vinden. Als ze het leuk vinden, kunnen ze door. Als ze het niet zo leuk vinden, kunnen ze iets anders gaan doen. Super. Goed advies. Dankjewel voor je tijd. En veel succes straks. Dankjewel. Jesse, je moet zometeen vechten. Ja. Je bent een jeugdvechter, op dit moment 16 jaar oud. Ja. Hoe voel jij jezelf op dit moment? Op dit moment voel ik me heel chill. Ja. Komt omdat het nog best wel lang duurt voordat ik in de ring sta, dus. Hoe lang nog duurt het totdat je gaat vechten? Ik denk 3 tot 4 uurtjes nog. Oké. Ik heb nog lekker rust. En wat gaat gebeuren in die laatste 20 minuten voor de wedstrijd? Hoe ga je dan jezelf voelen? Ik ga waarschijnlijk gespannen zijn. Maar ik ga me onder controle houden zodat ik een topprestatie kan leveren in de ring. Oké. En op jouw leeftijd is het alleen op het lichaam, toch? Ja. Geen hoofd. Oké. Wat vind jij dat in de jeugd geen klappen toegestaan zijn op het hoofd? Ik vind dat eigenlijk, tot nu toe vind ik dat nog best wel fijn. Want dan kunnen we dat nog leren tijdens de lessen. Want wij worden nu ook al in de wedstrijdgroep klaargestoomd, zodat we naar het hoofd kunnen vechten en zo. Dus ik denk dat het eigenlijk goed is zoals het nu is. Oké, dus jij vindt het wel een goede beslissing. Wat is jouw doel als vechter? Wat wil jij bereiken? Voor nu gewoon mijn passie laten tonen, hoeveel ik ervoor heb getraind. Laten zien dat ik echt van de sport hou. En dat eigenlijk. En in de lange termijn, heb je een bepaalde doel met vechten? Nee. Ik heb niet echt een doel dat ik later echt naar het hoofd wil gaan vechten nog. Oké. En jouw trainer is natuurlijk Remy. Ja. Remy Bunjaski. Wat zou je zeggen, wat heb jij van Remy geleerd? Wat zijn de allerbelangrijkste lessen die jij meegenomen hebt van Remy? De belangrijkste lessen? Buiten de techniek natuurlijk. Buiten de techniek. Dat ik eigenlijk gewoon altijd moet doorgaan. Ook al ben ik moe, gewoon doorgaan totdat hij het zat is. En een belangrijke les is, school gaat altijd voor. Die heb ik ook nog altijd gehoord, ja. Daar heb ik van Remy geleerd over school. Ja, school gaat altijd voor. Dus als er een examen is, een toets, noem maar op, gaat dat voor de wedstrijd. Oké. Dat heb ik ook geleerd, ja. En daar heeft hij groot gelijk in, want je hebt nooit garantie met vechtsport. Daarom. Je weet het nooit of je het echt gaat maken. Ja. Er zijn heel weinig die dat bereiken. Die succes bereiken. Wat zou je zeggen tegen de jongens die bijvoorbeeld gepest worden op school, die niet durven mening uit te spreken? Wat zou je zeggen over vechtsport tegen de jongens? Ik zou zeggen, volg je passie. Volg je passie. Als je een vechter wil worden, lekker de ring in stappen, lekker met je vriendjes gaan knokken bij de sportschool, noem maar op. Zorg dat je gewoon zelfvertrouwen krijgt. Als dat sport is in kickboksen-stijl, moet je dat lekker volgen. Zorg ervoor dat je gewoon zelfverzekerd bent. En niet bang bent. Ja, zorg ervoor dat je gewoon niet bang bent. Wees jezelf. Maar wat als die jongens bijvoorbeeld gepest worden en ze durven niet naar de sportschool te gaan? Ze denken, ja, als ik naar de kickboksgym ga, gaan ze mij daar ook pesten. Wat zou je zeggen tegen die jongens die twijfelen? Praat erover. Praat erover met je trainer. Of met leidinggevende van de gym, je ouders. Misschien hebben hun nog oplossingen over wat je wel kan doen. Ja, en gewoon negeren eigenlijk. Doe waar jij het beste in bent. Mm-hmm. Doe waar jij het beste in bent, volg je passie. En ja, als dat vechten is, moet je dat zeker gaan doen. Dus volg je passie, doe waar je het beste in bent. Ja.
En wees niet bang. Ja. Mooie woorden, goed advies. Veel succes straks. Dank u wel. En ga zo door. Dank u wel. Roos. Elisandro, je hebt een mooie partij gevochten. Je hebt alles gegeven, maar toch wel verloren. Wat naar jouw mening, waar ging mis in deze wedstrijd? Nou, ik had goed techniek, ik had inzicht. Het probleem was gewoon, ik heb te weinig stamina. Als ik beter stamina had, had ik het ook beter kunnen doen. In de tweede ronde en vooral ook in de derde ronde. Oké, dus eigenlijk lag het aan jouw conditie. Ja. Wat denk jij, waarom was jouw conditie nu niet goed genoeg? Omdat ik niet goed voorbereid was op de wedstrijd. Ik had beter moeten trainen, harder moeten trainen. Hmm. En ik had meer uit mezelf moeten halen in die wedstrijd ook. Oké, dus wat is de allerbelangrijkste les die jij meeneemt naar huis vandaag? Beter voorbereid, denk ik. Oké, dus voorbereiding is heel belangrijk. Ja. Wat zou jij willen bereiken als vechter? Wat is jouw doel? Ik wil hoog spelen. Ik wil gewoon mensen weten dat kickbox gewoon leuk is. Dat je er dingen mee kan doen, je kan er fijn mee worden. Dat. Hoeveel ben jij bereid om op te offeren om jouw droom waar te maken? Alles. Alles? Dus dat betekent dat je ook heel hard gaat trainen in de toekomst? Zeker. Oké. Heel veel succes. Het is maar een les. Dus blijf hard trainen en het gaat goed komen. Ja. Poes. Nou, Denise, jij bent bezig met het marketinggedeelte hier. Ja. Ik ben benieuwd, hoe belangrijk is sociale media tegenwoordig om goede promotie te kunnen maken van een evenement? Social media is super belangrijk. Tegenwoordig heeft iedereen telefoon, social media, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Dus het is belangrijk om alle platformen te gebruiken met de juiste promotie. Waarom moeten mensen naar Raw Diamonds komen? Wat maakt het gaaf en anders dan andere gala's? Wat zijn dingen die jij merkt? Wat zijn bepaalde trends die jij merkt de laatste tijd in social media? Wat zijn de veranderingen van de laatste tijd? De verandering is vooral dat iedereen social media gebruikt. Vroeger waren het maar een aantal bedrijven bijvoorbeeld die het gebruikten. Nu heb je eigenlijk iedereen en iedereen gebruikt een beetje hetzelfde. Dus het is belangrijk om mee te gaan met de trend. Maar ook een eigen sheurigheid eraan te geven. Dat mensen denken, oké, ja, daar moet ik echt heen gaan. Oké, en hoe zorg jij ervoor dat jij iets specifieks, iets speciaals toevoegt? Hoe zorg jij ervoor? Wat is het geheim om creatief te zijn? Wat doe jij om creatief te zijn? Wat ik doe om creatief te zijn is eigenlijk vooral om me heen kijken. Bij andere sportscholen bijvoorbeeld, andere gala's. Oké, wat doen hun? En daar eigenlijk iets van meepikken. En dan onze eigen stijl eraan geven. En extra toevoegen samen met het marketingteam. Dus eigenlijk jij leert van de rest wat de rest doet. Ja. En ik ben benieuwd, je bent nu bezig bij het evenement van Remy Bunjaski. Bij Bunjaski Academy. Wat trekt jou aan bij vechtsport? Wat vind jij leuk aan vechtsport? Nou, ik doe zelf al 10 jaar vechtsport. Ik ben er echt ingerold. Eigenlijk al sinds ik heel klein was, wilde ik al gaan kickboksen, maar toen mocht het niet. En gewoon de uitdaging. Bijvoorbeeld als een meisje kickbokst, dat is niet altijd zo. Het is best wel een grote drempel die je overgaat. Als je gaat sparren, je wordt toch gebeukt, hoe je het went of keert. Dus de klappen incasseren, vooral zelfvertrouwen, dat vind ik heel belangrijk. En dat is ook echt wat je creëert met deze vechtsport. Je kan lekker voor jezelf opkomen en dat eigenlijk. Dus jij bent al 10 jaar bezig. Je hebt zelfvertrouwen ontwikkeld door vechtsport. Ja. Wat zou je zeggen tegen de meiden die ook willen beginnen met vechtsport, maar twijfelen en denken, misschien is het te gevaarlijk, misschien is de sfeer niet goed. Wat zou je zeggen tegen die meiden? Wat ik tegen die meiden zou zeggen is, probeer het. Probeer eerst een proeflesje en kijk bij welke sportschool jij je fijn voelt. Dat is heel belangrijk, dat je een fijne omgeving hebt. Met dat proeflesje kan je altijd even kijken, van vind ik de sfeer fijn en wat vind ik van kickboksen. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. En daarnaast, gewoon doen. Echt doen. En misschien als een sportschool ladies only les heeft, begin je gewoon met de ladies only les. En dan kan je altijd nog uitbouwen naar andere lessen. Dus je kan altijd proberen in proefles. Ja. Gewoon die stap maken. Ja, gewoon gaan. Niet nadenken. Het is echt heel leuk. En het is voor je zelfontwikkeling is het echt een hele goede sport. Oké, en jij werkt natuurlijk samen met Remy Bunjaski. Hij is ook trainer hier. Kijk, wij allemaal weten dat Remy een fantastische vechter was. Maar hoe is Remy als trainer? Als trainer is hij heel inspirerend. Hij probeert alles uit je te halen. Ook als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent. Gewoon een heel fijn woordje met je te praten. En dat is gewoon heel fijn. Hij houdt je heel erg rustig. En is gewoon heel inspirerend op de werkvloer, maar ook als trainer.
En jij hebt zelf wedstrijden gedaan of niet? Ja. Oké. Okay. Afgelopen november nog. Hebben we gewonnen of? Nee, was onbeslist. Ja, we waren echt heel erg gewaagd aan elkaar. Het was echt een superleuke partij. Dus twee winnaars, maar ik ben er alsnog heel trots op. Oké, en dat was jouw eerste partij? Nee, dat was mijn vijfde partij. Hoeveel heb je gewonnen? Ik heb 3 gewonnen. Even kijken, 2 gewonnen, 2 verloren en 1 onbeslist. Oké. Okay. Ja. Wat zijn de emoties die jij meemaakt, die jij ervaart, voordat jij de ring instapt? Voornamelijk zenuwen. Ik denk wel dat dat de grootste emotie is die ik heb meegemaakt. Maar zodra je in de ring staat, dan eigenlijk alleen maar zwart voor mijn ogen. En dan voel je eigenlijk niks meer, alleen maar adrenaline. En daarna komt het eruit. En als je gewonnen hebt, hoe voelt dat? Ja, supergoed natuurlijk. Ja, dat is echt een hele fijne, ja, heel fijn gevoel. Maar ook met verliezen, het zijn alleen maar leerlessen. Dus of je nou wint of verliest, dat maakt niet uit. Je haalt altijd wat uit je gevecht. Ja, precies. Je kan van winnen en van verliezen, van allebei kan je leren. Zeker. Ja, dus ja. Heel bedankt voor je tijd. Hele leuke antwoorden. Geniet van het gala. Dank en tot wel. Volgende keer. Het is goed. Tot ziens. Devon, je bent een trainer en voormalige vechter. En zometeen moet een van jouw jongens vechten. Hoe voel jij je als een van jouw jongens moet vechten straks? Gespannen, maar heel enthousiast. Ja, ik vind het heel leuk om ze in de ring te zien staan. Wat zou je zeggen, het feit dat jij ook vechter bent geweest, helpt dat als trainer zijnde? Ja, ik denk dat je wel de inzichten die je zelf hebt meegenomen uit je partijen, dat je die kan meegeven aan jouw vechters eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Wat zijn de allerbelangrijkste inzichten die jij meegeeft aan jouw studenten? Ik denk toch het blijven kijken, het heel alert blijven. Je hoeft niet 20 stoten en 20 trappen te geven. Het gaat er echt om dat je blijft kijken en als eerste reageert. Oké, okay. Dus blijf kijken, reageren als eerst. Wat naar jouw mening maakt een sterke vechter, los van de techniek? Wat voor karakter moet je hebben? Ja, want je zegt het, karakter, dat is het echt. Want op een gegeven moment komt het erop aan. Stel je voor dat mijn vechter de eerste ronde wint en de tegenstander de tweede. Dan komt het erop aan, hoe graag wil je het? En dat zien we iedere keer weer terug. En daarvoor moet je heel diep durven gaan. En als ze dat hebben, dan hebben ze wat mij betreft gewonnen. Winst of verlies, dat is dan niet echt meer relevant. Toen jij vocht in het verleden, waar kwam jouw motivatie vandaan? Wat motiveerde jou om de ring in te stappen? Mijn eerste partij was niet zo goed. Tenminste, ik heb hem verloren en dat gaf mij heel veel motivatie om mijn opeenvolgende partijen, zeg maar, te winnen. In ieder geval karakter te laten zien, omdat je zo wordt overspoeld met de zenuwen die je hebt. Dat je gewoon een soort van helemaal een waas voor je krijgt en je hoort helemaal niks meer. En op een gegeven moment groei je daarin als persoon. Oké, dus je zegt aan het begin, dit is een beetje, je krijgt een soort van blackout. Je weet het niet wat gebeurt. Had ik in ieder geval, ja. Oké, maar hoe wist jij om dat te veranderen en uiteindelijk rustig te blijven in de ring? Ja, dat ging gewoon vanzelf. Ik heb heel veel geoefend met Nikita bijvoorbeeld, getraind. En in de wedstrijdgroep met een aantal vechters. En op een gegeven moment bouw je een soort van ervaring op. Maar ja, niet echt dat ik 20 partijen heb gedraaid. Maar op een gegeven moment voel je gewoon wat je rustig moet blijven. En dan gaat het vanzelf. Dus het komt vanzelf. Het is een kwestie van blijven oefenen, blijven vechten. Ja. En op een moment word je gewoon rustig in de ring. Ja. Als laatste, wat zou je zeggen tegen de meiden die ook met vechtsport willen beginnen, maar twijfelen omdat ze denken dat de sfeer hier te negatief is, dat het te gevaarlijk is? Wat zou je zeggen tegen die meiden? Je kan altijd beginnen. Ja, je moet gewoon beginnen en dan zie je vanzelf of je het leuk vindt. Ik denk dat je het wel leuk moet vinden om uiteindelijk bijvoorbeeld in de ring te stappen. Je moet het wel echt willen. En als je twijfelt, dan is het misschien niet jouw sport. Oké, maar wat zou je zeggen tegen die meiden die het wel willen, die het graag willen doen, maar die stap niet durven te maken? Je kan ook met een vriendin meekomen. Ik heb zelf ook de kinderlessen gegeven hier. En je ziet toch vaak dat als ze met een partner zijn, of met een maatje of een buddy, dat dan die stap iets minder groot is. En dan op een gegeven moment gaat het eigenlijk wat makkelijker voor ze. Oké, dus je kan eigenlijk de support van een vriendin van jou gebruiken of vriend en dan en de eerste stap maken. Heel bedankt voor je tijd. Veel succes straks met jouw studenten. Ja, en geniet van het evenement. Dankjewel. Meneer, je bent vandaag in de hoek van sommige vechters. Je bent trainer. Ik ben benieuwd, hoe voel jij jezelf als iemand van jouw vechters aan het vechten is? Ik vind me altijd wel gespannen.
Ik vind het altijd wel spannend, omdat je niet weet wat je kan verwachten. Kijk, je hebt natuurlijk alle vertrouwen in je vechten. Alleen, het lijkt alsof je zelf eigenlijk in de ring staat. Het is een heel gek gevoel. Op het moment omdat je eigenlijk wekenlang, maandenlang met diegene traint. Met diegene bezig bent. Naar een wedstrijd toe. Ja, dan ben je zelf eigenlijk gewoon... Ja, je vindt het zelf een beetje spannend. Zenuwachtig. En natuurlijk hoop je voor het beste. Ja. En natuurlijk, je zegt dat je bent zenuwachtig. Ja. Het is heel spannend. Ja. Stel voor een van jouw vechters, het gaat niet goed. Hij verliest de eerste ronde. Ja. Natuurlijk, je gaat hem wel instructies geven. Ja. Maar probeer jij ook emotie te gebruiken om hem te motiveren? Of probeer jij zo weinig mogelijk te zeggen tegen hem? Nou, ik probeer hem eigenlijk gewoon zoveel mogelijk te motiveren. Ja, het kan soms door emotie zijn. Maar soms ook door gewoon een stevig woordje. En eigenlijk wat ik probeer op het moment dat ze de eerste ronde verliezen, gewoon te blijven motiveren, aan te moedigen van hey, luister, je kan het. We hebben het vaak gedaan in de training. Je hebt het in je, anders stonden we hier niet. En zo probeer je eigenlijk je vechter een beetje te motiveren om de tweede ronde en misschien wel de derde ronde te winnen. Oké, dus emotie is heel belangrijk. Ja. Je moet hem motiveren, inspireren tussen die rondes. En wat maakt een goede vechter? Natuurlijk, techniek is belangrijk, maar wat voor karakter moet een vechter hebben om succesvol te kunnen worden? Ja, ik denk echt het hard werken. Ik denk hard werken is zo belangrijk. Kijk, ik heb echt talenten gezien, jeugdtalenten die supergoed technisch kunnen kickboksen. Maar alleen dat ene mentale stukje dat mist. En ik vind dat echt heel belangrijk, vooral bij een vechter. Want dat kan je echt over een dode punt heen zetten. Waardoor je toch de wedstrijd naar je toe kan winnen. En je ziet ook bij technische vechters die dat mentale aspect niet hebben, dat ze net tekort komen. Misschien in de eerste ronde nog wel doorheen gaan. Maar op het moment dat ze wat later in hun carrière tegen wat betere vechters gaan vechten, zie je dat echt hard works pays off. Mario zegt dat altijd mooi. The will has to be stronger than the skill. Dus dat. The will has to be stronger than the skill. Ja. Dus je moet het heel graag willen, je moet het echt willen, hard werken. Ja. Maar wat voor mentaliteit, zeg maar, als jij daar in de ring staat, wat moet jouw gedachtegang zijn? Hoe moet je zijn in je hoofd? Ja, ik denk gewoon gaan. Ik denk gewoon voor gaan. Je bent er toch, je staat er toch, je kan niet meer terug. Gewoon gas geven. Op het moment dat je in de ring staat, moet je gewoon knallen. Vergeet even wie er om je heen kijkt. Gewoon gaan, al die bloed, zweet en tranen. We zijn maanden bezig met het trainen. Uren steken we daarin. Voor hoe lang? Voor dat ene minuut, of anderhalve minuut, of drie minuten in de ring. Terwijl je uren aan het investeren bent in je wedstrijd, of voor je wedstrijd bedoel ik. Dan moet je gewoon even de knop gewoon even omzetten en gewoon gaan. Je moet gewoon gaan, alles geven, want je hebt daarvoor gewerkt. Hoe zorg jij ervoor, stel voor een vechter heeft gewonnen, hoe zorg jij ervoor dat die vechter dat die vechter nuchter blijft? Ja. Dat je niet, want als je wint, kan je soms vergeten wat hard werk is, maar als je verliest, kan je stoppen. Dus hoe zorg jij ervoor dat de vechters gewoon nuchter blijven en dat ze doorgaan? Ja, gewoon eigenlijk met ze blijven praten. Gewoon praten met ze van, hey, we zijn er nog niet. Er is altijd wel iemand die sterker is. Altijd. En het moment gaat komen dat je een keer gaat verliezen. 100% zeker. Maar blijf gewoon bij jezelf. Dicht met die vee. Blijf met diegene praten van, hey, luister, we zijn er nog niet. We hebben nog niks gewonnen. Je hebt misschien wel 5 keer of 6 keer achter elkaar gewonnen, maar dat betekent nog niks. Blijf met die vechter praten. Hou gewoon down to earth. En dan hoop je eigenlijk dat hij gewoon zichzelf nog een beetje blijft en nuchter blijft natuurlijk. Ja, wat je zegt, er is altijd iemand die beter is. Blijf 100%. Gewoon nuchter. Blijf gewoon 100%. Eerlijk met jezelf. 100%. En laatste vraag. Wat zijn dingen die jij dagelijks zegt tegen de jongens? Natuurlijk, jij leert ze techniek en hoe je moet trappen, stoten, maar buiten dat, wat zeg jij dagelijks tegen de jongens? Ja, ik vind wat ik vooral belangrijk vind, is het mentale aspect. Kijk, het fysieke kan je altijd trainen. De conditie, je krachten kan je aantrainen, maar de mentale is heel lastig. Dus wat je eigenlijk een beetje probeert, is je probeert die jongens een rugzak mee te geven voor in het leven. Gewoon door met ze te blijven praten, eigenlijk wat ik net zei. En ze gewoon heel scherp houden. Hè? Het mentale gewoon van, hé jongen, je kan het wel, doe goed. Blijf motiveren, inspireren. En die techniek en die kracht, dat komt allemaal wel. Dat leer je sowieso. Maar dat mentale vind ik echt heel belangrijk. Vooral bij jonge kinderen. Omdat het nog best wel lastig is, ze leven in een moeilijke tijd. En blijf gewoon inspireren en motiveren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus jij probeert je techniek aan te leren, maar het allerbelangrijkste is karakter. Ja. Jij probeert sterke karakter te ontwikkelen tussen de jongens. Juist. Meneer, heel bedankt voor je tijd. Ja, veel succes verder. Yes, en veel plezier natuurlijk. Ja, bedankt. Oes, dankjewel. Melvin, gefeliciteerd met de overwinning. Hoe voelt het
Je hebt misschien 2 minuten geleden gewonnen. Hoe voelt dat? Ik voel me supergoed. Hard voor getraind. En ik heb het waargemaakt. Oké. Wat naar jouw mening was de reden dat jij won? Wat deed jij beter dan jouw tegenstander? Doorzettingsvermogen. Pure doorzettingsvermogen. Hoe heb jij jouw doorzettingsvermogen ontwikkeld? Door gewoon één stoot, gewoon doorgaan. Niet stoppen, gewoon doorgaan. En van wie heb jij dat geleerd? Van Remy. Dat is een van de belangrijkste lessen die jij hebt geleerd van Remy, neem ik aan. Ja, dat klopt. Wat zou je zeggen tegen klasgenoten van jou die ook met vechtsport willen beginnen, maar twijfelen? Ik zou het gewoon doen. Ik zou het proberen en ervoor gaan. Oké. Wat wil jij bereiken als vechter? Ik wil prof bereiken dat ik die bal omhoog heb en dat ik iedereen trots maak. Oké. Kickbox? In het kickboxen bedoel jij? Ja. Oké. Hoeveel ben jij bereid om op te offeren om het waar te maken? Alles, echt alles. Ja? Maar maak je niet zorgen, die klap op het hoofd, die zat niet te gevaarlijk? Nee, dat is niet gevaarlijk. Die belt is voor mij het belangrijkste. Oké, ik hoop dat je die belt, dat je hem haalt in de toekomst. Veel succes, goed gedaan vandaag en dankjewel. Dankjewel. Oes. Nou, jullie zagen het mensen, echt een groot succes. Het was Raw Diamond. Ik heb het echt naar mijn zin gehad, het was heel leuk. We gaan nu lekker naar huis en tot de volgende keer. By Warrior Code.